Elk detail van deze auto is anders en is uniek. De kleur is uniek, hoe je erin rijdt is uniek. Deze auto die is voor mij nu, hij is 5 jaar oud. 5 jaar geleden heb ik hem van Chris Visser gekocht. Ja, die had hem in zijn showroom staan en ik was meteen verkocht. Ik had al een Alpine, maar deze vond ik, deze vond ik zo ongelooflijk mooi. Dus absoluut Alpine gek. Dus deze moest en wilde ik absoluut hebben. Ja, ik ben al heel lang Alpine gek. Zo vanaf mijn 18e. Ik werkte bij een Renault garage in Bad Oevedorp. Ja, en vanaf dat moment, 18-jarige leeftijd, werken in een garage, auto's schoonmaken en auto's stukjes rijden. Ja, dat was echt dat was fantastisch. Dus vanaf dat moment is het virus heeft hard toegeslagen. Wat echt het absoluut mooiste van deze auto is, dat vind ik toch echt de vormgeving. De snelheid haal je eruit. Elk detail van deze auto is anders en is uniek. De kleur is uniek, hoe je erin rijdt is uniek. De reacties die je van mensen krijgt als je op de weg zit is zo leuk om mee te maken. En daarnaast het rijden, het echte bochtenwerk. Hè? Alpines, met name deze type Alpines, dat zijn bochtenauto's. Dus dijkjes rijden en dat is feest. En je hoeft echt niet hard te rijden om de sensatie mee te maken van wat het is om in zo'n heerlijke skelter rond te toeren. Deze auto gaat nooit meer weg. Dat is emotie, maar het is ook dat heeft ook met ratio te maken, want je krijgt hem gewoon nooit meer terug. Dus dat gaat niet gebeuren. Nee hoor, dat gaat niet gebeuren. Kijk, deze Alpine die is top en die klopt helemaal. Maar de echte puristen en de echte fanatici die zien wel dat een Alpine uit 1975, dat daar niet deze belettering op hoort. Maar dat daar dus een iets ander ranke lettertje op hoort. Maar goed, hij rijdt er niet minder lekker om. Dus dat moet ik inderdaad nog wel doen. Nou, de motor die in deze Alpine ligt is een 1300 cc 4-cilinder Alpine blok, Renault blok. Ik denk dat er standaard kwam bij 85 pk uit met wat aanpassingen op de carburateur en met een ander nokkastje denk ik dat er zo'n dikke 100 pk uitkomt. Maar goed, zo'n Alpine is een lichte auto, weegt niet veel, dus hij gaat toch als de brandweer. Wat ik net al zei, bochtjes rijden en de reacties die je krijgt van mensen, dat blijft een feest.